Brabant groeit. Maar de groei van nu is anders dan de groei van toen. Nou, in de tijd dat ik gedeputeerde was, zeg maar rondom de millenniumwisseling, rond 2000, kwamen we natuurlijk aan een periode van onstuimige groei. Rond die tijd, rond het jaar 2000, kon je gewoon uitrekenen dat we zo'n 60.000 hectare verstedelijk gebied hadden. En bij ongewijzigd beleid zou dat in 2050, dus weer een nieuwe generatie, zou dat verdubbeld zijn tot 120.000 hectare. Gemiddeld groeiden steden en dorpen met 100 meter per jaar naar elkaar toe. 3000 voetbalvelden vol, elk jaar. Die tijd is voorbij. De Brabantse economie groeit nog steeds, al zal dat niet altijd even snel gaan. We hebben gehad een periode, als het gaat om wonen, dat we een tijd hebben gehad dat de stad niet populair was en de mensen vluchten uit de steden. Maar wat we nu zien, is eigenlijk binnen 10 tot 15 jaar een andere trend. Dat heel veel mensen weer in die stedelijke gebieden willen wonen. Dus de opgave wordt anders en is anders geworden. En dat snelheid waarmee dat gebeurd is, heeft in ieder geval mij verrast. Veel cultuurhistorisch waardevolle gebouwen staan leeg. Van industrieel erfgoed tot religieus erfgoed en maatschappelijk erfgoed. Maar ook commercieel vastgoed als kantoren en winkelpanden. Daardoor heeft Brabant een grote leegstandsopgave. De belangrijkste opgave is om heel kritisch te zijn en kijken wat je al hebt. En om daar creatief mee om te gaan. En een klassieke model we hebben woningen en we gaan een stuk weiland kopen. Of een projectontwikkelaar koopt het en daar doen we wat mee. Ja, dat is eigenlijk niet meer van deze tijd. In Maastricht liep de gemeente tegen hetzelfde probleem aan. Eerst hebben we eigenlijk afscheid genomen van het verleden. Dus we hadden heel veel plannen op de plank liggen. Woningbouwplannen, kantoorplannen. Nou, daar hebben we een streep doorgezet. Voor de indicatie, bijvoorbeeld voor onze woningbouwplannen, hebben we 3/4 ervan in de prullenbak gegooid. Dus dat is heel veel. Heeft heel veel pijn gedaan, ook financieel. Maar ik ben wel blij dat we het hebben gedaan. Ik denk dat het heel belangrijk is om te beseffen dat het niet de vraag is of er leegstand komt, maar het is de vraag waar die leegstand komt. We zijn gewoon in een periode terechtgekomen waarbij we eigenlijk meer vastgoed hebben dan dat de vraag naar is. Leegstand biedt kansen voor nieuwe initiatieven. Gemeente Maastricht initieert en faciliteert innovatieve ideeën die de leefbaarheid en vitaliteit van de stad ten goede komt. Dat doen we bijvoorbeeld door een leegstandsapp te ontwikkelen, waarbij mensen kunnen zien waar de leegstand zich bevindt. Nou, we zijn hier in de stad, we zien een plattegrond van Maastricht. Je ziet er allemaal bolletjes, het is allemaal leegstand. Nou, dit pand hebben we op de markt gezet en zoals je ziet met succes, want er staat nu een bordje verkocht op. Op sommige plekken is leegstand geen probleem en kan verdunnen of zelfs slopen de voorkeur hebben. Op andere locaties, zoals in het centrum, wil je geen leegstand. Hoe kun je juist hier leegstand voorkomen? Ik denk dat de oude brandweerkazerne in Maastricht daar wel een goed voorbeeld van was. Dit gebouw is eigendom van de gemeente. We weten dat er mensen op zoek zijn. We hebben die mensen als het ware in een hok gezet om samen een concept te bedenken. Samen te bedenken, als je dat concept kent, hoe dan de boel verbouwd moet worden. Dus ook hoeveel er geïnvesteerd moet worden en dus ook hoe hoog of hoe laag de huur is. Nou, dat is eigenlijk helemaal niet zo heel veel hoefden we uiteindelijk te verbouwen, waardoor de huur heel laag is. En het is bomvol en een vette wachtlijst. Net als in Maastricht moeten wij in Brabant anders gaan denken. We moeten een omslag maken. Investeren in de kwaliteiten van de kernen van onze dorpen en steden. Wat belangrijk voor gemeenten is, is om niet te kiezen voor de weg van de minste weerstand, maar om eens creatief en kritisch te kijken naar de mogelijkheden die bestaande bebouwingen nu al bieden. We moeten onze dorpen en steden leefbaar en vitaal houden, door bestaand vastgoed een nieuwe bestemming te geven en het stedelijk gebied slim te benutten. Een aantal voorbeelden van locaties die herontwikkeld worden, ook echt in de kern Steenbergen, zijn de school waar we op dit moment bij staan. Een locatie waar zorg met wonen gecombineerd kan gaan worden. Daarnaast ons oude stadskantoor aan de Westdam is inmiddels gesloopt en daar verrijzen een aantal stadswoningen. Een stukje verderop een oude, echt monumentale stadsboerderij met een volledig vervallen schuur. Het stadsboerderij is gerenoveerd, huist inmiddels een notaris in. En de stadsboerderij is herbouwd in dezelfde stijl, zodat de historie toch verankerd werd. Maar zijn nu ook woningen in gevestigd. Ik denk dat het belangrijkste is voor bestuurders die nu voor die opgave staan om een ander soort ruimtegebruik met een snellere maatschappelijke ontwikkeling te accommoderen. Dat vereist heel veel inspiratie, maar vereist ook heel veel transpiratie, want dat zijn vaak geen gemakkelijke plannen om dat allemaal uit te voeren.
Ik denk dat het belangrijk is om aan de ene kant dus te onderkennen dat je het niet overal kunt oplossen. Inzichtelijk te maken waar de leegstand ermee zit. En mensen die op zoek zijn naar ruimte, om die op een goede manier te helpen, te faciliteren, te ondersteunen. Dus gun elkaar bepaalde ontwikkelingsmogelijkheden. Durf creatief te zijn en durf te schrappen. En maak goede afspraken met elkaar. En als we dat Brabant breed voor elkaar krijgen, dan ben ik ervan overtuigd dat het ons in Brabant gaat lukken om een deel van de leegstand in ieder geval goed te lijf te gaan. De komende jaren zal de vraag naar nieuwe mogelijkheden in het bestaand vastgoed en het stedelijk gebied toenemen. Maak ruimte in uw planning voor duurzame verstedelijking. Zo houden we samen Brabant leefbaar.